Marion Latour, een van de direct leidinggevenden tijdens de rellen van Project X in Haren in september, is weg bij de politie. Latour werd 2 dagen voor Project X benoemd tot commandant van de staf grootschalig en bijzonder politieoptreden. Ze heeft een nieuwe baan bij de brandweer Gelderland. Latour werkte eerder ook al bij de brandweer. Het vertrek van de politiechef zou niets te maken hebben met de Facebook-rellen in Haren. De selectie van FC Groningen krijgt morgen op het trainingskamp in Spanje versterking van Gennaro Zeefuik. De spits was aanvankelijk met griep achtergebleven in Groningen. FC Groningen speelt nog 2 oefenwedstrijden in Spanje. De tegenstanders zijn AA Gent en NAC. Zondag won FC Groningen met 1-0 van topklasser AFC.